Wat doet Paco de hond als wij niet thuis zijn? In deze video zet ik het huis vol met verborgen camera's en laat ik Paco de hond alleen achter met haar favoriete snacks en spullen waar ze heel graag mee speelt. Lukt het Paco om de verleiding te weerstaan en nergens aan te komen? Nee, daar gaat ze! Dit is alweer de tweede keer dat we dit gaan doen en ik kan je vertellen, de verleidingen voor Paco zijn veel groter dan in deel 1. Jullie kunnen in deze video ook een challenge aangaan, want je kan in totaal met deze video 6 punten verdienen. Laat hier beneden in de reacties weten hoeveel punten je uiteindelijk verdiend hebt en dan krijg je van mij een hartje. De allereerste 2 punten kun je verdienen door eventjes te abonneren op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik zeggen welkom bij de Gewoon Thomas familie. En natuurlijk een duimpje omhoog te doen voor deze video. Ik spreek met jullie af dat elke 1000 likes op deze video. Dat is 1 hondencupcake voor Paco. Laten we beginnen met het allereerste experiment. Ik heb zo ontzettend veel zin om te beginnen met deze video. Laten we even op zoek gaan naar de ster van dit experiment. Ik weet alleen niet waar ze op dit moment verscholen zit. Paco! Ja! Wow! Daar is ze hoor. Heb je er zin in, Paco? Ik denk dat dit een ja is. Ze is helemaal door het dolle heen, dus laten we snel beginnen. Zojuist hebben jullie al 2 punten van de 6 kunnen verdienen. En nu vraag je natuurlijk af, hoe kun je die andere 4 punten winnen? Heel makkelijk, zometeen ga ik 4 experimenten met Paco uitvoeren. En jij moet voor elk experiment inschatten of Paco zich aan de regels gaat houden of niet. Heb je het goed ingeschat, dan verdien je 1 punt en kun je uiteindelijk dus 6 punten verdienen. Vanaf puppy af aan hebben we met Paco verschillende commando's geleerd. En één van de commando's is laat het. Wanneer we dat zeggen, weet ze dat ze ergens niet aan mag komen. Maar het experiment in deze video is of ze dat ook doet als wij niet thuis zijn. Ik heb de 4 grootste verleidingen geregeld voor Paco en we gaan haar dus zometeen hier alleen thuis achterlaten met die verleidingen. En dan gaan we dus zien of Paco zich ook werkelijk aan de regels houdt. Maar hoe gaan we dat zien? Nou, dat is heel makkelijk. Ik heb het huis helemaal volgezet met camera's die Paco in de gaten gaan houden. Zo hebben we hier niet 1, niet 2, maar 3, 4, 5 camera's. Ik ga zo meteen naar buiten en ik moet natuurlijk live kunnen reageren op wat er binnen allemaal gebeurt. En dat kan met deze iPad, want hier kan ik gewoon de live beelden zien van wat er binnen gebeurt. Ik ben benieuwd hoe ze op het allereerste experiment gaat reageren. Laten we het erbij pakken. Misschien is jullie al opgevallen dat hier een man staat vol met knuffelberen. Deze zijn allemaal van... Ja, je ziet het al, ze staat erbij. Van Paco. Paco is gek op knuffelberen en daarom heb ik iets geregeld voor het eerste experiment wat haar stoutste dromen werkelijkheid maakt. In deze doos zit namelijk een mega knuffelbeer. Ik weet zeker dat Paco heel graag wil spelen met deze beer, maar ja, dat mag niet. Samen met Paco ga ik deze beer uitpakken. Ik zet hem hier vervolgens op de grond. Ik zeg laat het Paco en ik ga de deur uit. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Blijft ze er vanaf of gaat ze er toch mee spelen? Kijk hoe groot deze beer is, jongens. Dit is echt niet normaal. Dit is echt een droom voor haar die uitkomt. Dat zie je ook al een beetje. Laten we gaan kijken wat ze ermee gaat doen. Ik ga deze beer nu neerzetten en je mag er niet aankomen tot ik weer thuis ben. Blijf. Blijf. Laat het, hè. Niet aankomen. Laat het. Laat het. Oké, ik ben heel benieuwd wat ze... Oh, ze loopt naar de voorkant. Wat gaat ze doen? Wat gaat ze doen? Ik heb echt het gevoel dat ze hiermee gaat spelen. Dat kan niet anders. Ze is nu aan het kijken waar ik naartoe ben gegaan. Want volgens mij is ze naar de keuken gelopen. Paco is verdwenen. Waar is ze heen? Oh, ze gaat nu op onderzoek uit. Oh, ze loopt langs de beer. Hè? Oh, het is eigenlijk heel schattig. Ze is gewoon op zoek naar mij. Ze wil weten waar ik heen ben gegaan. Oké, ze loopt richting de... Oh, oh. Nou, ze snuffelt er alleen maar aan. Ze luistert gewoon. Ze staat te twijfelen. Zal ik er iets mee gaan doen of niet? Toch niet. Het allereerste experiment heeft ze de verleiding dus kunnen weerstaan. Ik hoop dat jij het goed hebt ingeschat, want dan heb je weer een punt verdiend. Nou, daar staat ze hoor. Heel lief op mij te wachten. Wat ben jij braaf, zeg.
Oh ja, en nu is in één keer de beer interessant natuurlijk, nu ik er ben. Zo grappig, dus als ik weg ben, luistert ze, maar als ik terugkom, gaat ze er gelijk mee aan de gang. Ik wist dat ze hem leuk zou vinden. Zoals jullie misschien in deel 1 hebben kunnen zien van deze video, is Paco gek op cadeautjes. Deze pakt ze het liefst zelf uit en vervolgens gaat ze met de inhoud er vandoor. Ik heb zojuist deze snuffelbox binnengekregen. Dit is een heel groot cadeau voor Paco, vol met honden, snoepjes en speeltjes. Ik weet zeker dat ze gek wordt als ze dit ziet, vooral dit soort beer. Die wil ze heel graag hebben. Hoewel, ik ben hier een beetje aan het twijfelen sinds die grote beer gewoon heeft laten liggen. Dat zegt niks voor haar. Laten we deze box midden in het huis achterlaten en kijken of Paco de verleiding kan weerstaan. Ik hoop dat je het goed inschat, want dan heb je weer een punt verdiend. Nou Paco, ik heb hier een doos vol met cadeautjes voor je en jij mag er dus niet aankomen. Waar ben je? Volgens mij ben je al helemaal enthousiast. Als ik zo meteen wegga. Is dat afgesproken? Is dat afgesproken? Ja? Oké. Okay. Ik betwijfel het. Je mag hier niet aankomen. Ga maar zitten. Laat het. Laat het. Oh, ze gaat er gelijk naartoe. Ze zit er al in met de neus. Dit meen je niet. Die beer laat ze gewoon liggen en hier begint ze gewoon gelijk aan. Ik ben heel benieuwd wat ze ermee gaat doen of ze dat beertje nu eruit haalt. Wat doet ze? Wat gaat ze doen? Je ziet aan haar dat ze eigenlijk weet dat ze iets aan het doen is wat niet mag. Echt een kleine draak is dit. Dit is niet normaal. Oh, nu gaat ze toch even kijken waar ik heen ben gegaan. Wat ik dan wel weer opvallend vind, is dat ze niks meeneemt uit die box. Ze heeft alleen haar hoofd erin gestopt en daarna heeft ze het gewoon gelaten zoals het was. Ze is nu gewoon even aan het checken of ik inderdaad nog terugkom of niet. En dan gaat ze inderdaad weer verder. Wat gaat ze doen? Wat ga je doen, Paak? Niks. Je laat het. Dit valt me nog mee, ze doet er niks mee. Ze had het ook helemaal kunnen uitpakken. Ze is er op het begin op afgevlogen, ze heeft hem vervolgens alleen niet helemaal uitgepakt. Maar ik kan bij deze wel zeggen, het tweede experiment heeft ze zich niet aan de regels gehouden, want ze mocht er niet aankomen en dat heeft ze toch gedaan. Ik hoop dat jij het goed hebt ingeschat, want dan heb je nu weer een punt verdiend. Wil je nou voor jouw hond ook zo'n toffe box bestellen, dan heb ik iets heel erg leuks. Als je via de link hier beneden in mijn beschrijving een snuffelbox bestelt, dan kun je de kortingscode Paco de Hond gebruiken en dan krijg je 25% korting. Ik bewaar deze even voor na de video, want we gaan snel door met het volgende experiment en de verleidingen worden steeds groter. Ik heb iets klaar liggen voor Paco waar werkelijk elke hond van droomt en het ligt in de koelkast. Ik ga het er even bij pakken. Zo. Het zit heel erg leuk ingepakt, want het is een cadeautje voor Paco. Een eetbaar cadeautje. Het is namelijk een hondentaart en kijk hoe geweldig dit eruit ziet met hondenpootjes en Paco's naam in het roze erop. De taart is helemaal gemaakt met ingrediënten waar honden van houden en die ze ook mogen eten en ja, ik ben benieuwd of Paco de verleiding van deze taart kan weerstaan. Oh, het ziet er wel heel leuk uit. Check al die hondenbordjes ook. Dan gaan we nu kijken hoe Paco hierop gaat reageren. Ik heb echt het voorgevoel dat Paco hier niet vanaf kan blijven. Daar komt ze al. Ja, dat ruik je, hè, al die hondenkoekjes. Laten we hem neer gaan zetten en dan krijgen we ons antwoord. Carolina, ik ga deze nu neerzetten en je mag er niet aankomen als ik weg ben. Laat het. Blijf. Oh nee, daar gaat ze! Oh, ze doet het gewoon gelijk! Oh, oh! Ze haalt er gewoon een stuk vanaf. Zien jullie dat? Oh, ze brengt het naar de mat. Oh nee, nou zit heel die mat straks onder taart. Oh, ik wist het. Ik wist dat ze hier niet vanaf kon blijven. Nou, ondertussen is ze dus de hondentaart aan het opeten op de mat. Ik ben benieuwd of jullie goed hebben ingeschat of ze de verleiding kon weerstaan. Ja of nee? Het is dus blijkbaar nee. Ze kon de verleiding niet weerstaan. En ze gaat gewoon nog een stuk pakken. Oh! Zie je hoe sneaky ze is? Erg, ze wacht gewoon tot ik de deur uit ben en ze doet het gewoon. Oké, ik denk dat het goed is dat ik nu terug ga, dat ik even ga ingrijpen, want het is niet heel gezond voor haar om dit allemaal op te gaan eten. Het is dus niet geslaagd, dit experiment, want ze kon de verleiding niet weerstaan. Wat ben jij hier aan het doen, mevrouw? Pacolina? Volgens mij heeft er iemand aan de taart gezeten. En wie zou het toch zijn, hè, Pacolina? Dan kun je wel wegkijken. Maar dat mocht niet.
Nee. Nu gaat ze heel braaf hier zitten alsof er niks gebeurd is, maar je ziet heel duidelijk dat hier een deel is weggegeten. Bijna draak ben je ook, hè? Het is tijd voor het laatste experiment en dit wordt de grootste verleiding ooit. Ik heb namelijk voor Paco 30 kilo aan hondenkoekjes. Op dit moment weet Paco nog niet wat hier op tafel staat en ik denk dat ik dat eventjes nog zo hou. Elke hond is gek op hondenkoekjes, dus laat staan 30 kilo aan hondenkoekjes. Ik denk dat elke hond hier gek van wordt. En als Paco deze verleiding kan weerstaan, dan denk ik dat Rutger en ik echt een award verdienen voor haar opvoeding. Paco zit hier achteraf kwijlend te kijken naar al deze koekjes. Laten we het hier allemaal gewoon neer gaan strooien. Waarschijnlijk was het handiger geweest om een zeil neer te leggen. Maar dat ziet er natuurlijk ook weer minder aantrekkelijk uit. Dus strooi je maar. Check ook even hoe leuk deze koekjes eruit zien. Ik zou het bijna zelf willen eten, maar dat lijkt me niet echt een verstandig idee. Daar gaan we dan. 30 kilo aan hondenkoekjes. Wow. Niet normaal, jongens. Al die hondenkoekjes. Het ruikt hier ook een beetje naar een hondenopvang. Daar gaan we. Het moment van de waarheid. Kan Paco de verleiding van 30 kilogram koekjes weerstaan of niet? We gaan het erbij halen. Blijf. Laat het. Laat het. Nee. Paco, nee. Je mag er niet aankomen. Kom maar hier. Hier. Dit is 30 kilogram aan koekjes. En je mag er niet aankomen als ik weg ben, Paco. Nee, laat het. Laat het. Niet doen, hè? Laat het. Oké, wat gaat ze doen? Wat gaat ze... Oh! Ja hoor, natuurlijk. Ze heeft hem al. Nee, ze heeft al een koekje gepakt. Ik wist dat ze hier niet vanaf kon blijven. Oh, jongens, ze kan de verleiding dus niet weerstaan. En ze gaat nog een koekje pakken. Oh, nee. Oh, jawel. Ze neemt het weer mee naar de mat, denk ik, of zo. Wat gaat ze nou mee doen, joh? Dit is echt de droomdag van Paco. Ze staat gewoon eerlijk te smullen van die stapel. Dit is echt niet normaal. Oh, ze pakt er weer eentje. Rent ze gauw naar de mat. Ik ga even kijken wat er gebeurt als ik via de camera ga zeggen... Paco, laat het. Kijken of ze dan misschien wel er vanaf blijft. Paco, laat het. Niet aankomen. Laat het. Ze gaat gewoon door. Nee. Het is natuurlijk niet gezond als Paco heel veel koekjes gaat eten. Dus laat ik heel snel naar binnen gaan om het tegen te houden. Heeft er iemand aan de koekjes gezeten? Hey, hallo. Nee, dat mag jij helemaal niet pakken. En dat weet jij ook. Ze staat hier heel schijnheilig alsof ze er niks vanaf weet. Ik zal je vertellen, vriendin. Er staan overal verborgen camera's. Ik heb continu kunnen zien wat je hebt gedaan. Ja, die camera inderdaad. Nou, dat was het dan, hè, Paco? Ja, ik ben nog een beetje verlegen, want ze weet dat ze iets heeft gedaan wat niet mag. Maar toch ben ik heel trots op haar en vind ik dat ze best goed geluisterd heeft, hè? Mwah. Ik ben heel benieuwd of het jou gelukt is om 6 punten deze video te halen. Is het gelukt? Laat het zeker even weten, want dan krijg je een reactie van mij. Wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan vooral even door in het eindscherm en dan zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Au, doei!